denk ik, oh wat erg eigenlijk. Mijn moeder zou ook wat denken, wat een junk heb ik ook een zoon op bijvoorbeeld. Waren zelfs nog meer meiden bij? Na een tijdje heb ik er twee uitgegooid, want eentje hing in mijn gordijnen, letterlijk. Ik hou van iedereen, maar niemand houdt van mij. Weet je gaat wel? Denken, je gaat nadenken. Ja. Champagne. Ik wil champagne. Tsiporo. Dat is een Grieks drankje en dan ga je van achteruit lopen. Ik vind vodkaatje sparrot. Wow, skinny bitch. Ja, ja. Wow, hij is model. Sorry, kan ik ook niks aan doen? Don't feed the models. Ja, ik denk gewoon een classic bako, gewoon Cardi Cola. Nou, ik hou wel erg van een Barolo uit 2015. De No Name, komt uit de Borgogno. Dat is een heel mooi huis uit Italië. Daar kan je ook truffels zoeken. Daar gaat de wijn erg lekker mee. Dus koop een truffeltje, wit het liefst. Maar goed, sorry ensemble publiek. Mojito. Riesetje. Meestal als ik uitga, zo dan wel iets van wodka, bitter lemon of zoiets. Dat vind ik wel lekker om te drinken. Ja, en als je gewoon een beetje een relaxed avondje hebt, gewoon een wijntje. Chips erbij, wijntje erbij, lekker. Kijk, het verschil tussen wijn en truffel en pasta en een skinny bitch zit hem in dobber. Als je mij in het water gooit, dan ben ik een soort dobber. En jij schiet naar beneden. Ja, ik zink. Ankerig. Dat is echt zo. Zo strak is hij. Laat even zien. Nee. Gewoon de... Nee. Nee is niet! Vier. Nee, ik heb twee cijfers. 0 en 10. Ja, precies. Heel dat kun je in doen niet. 4, 5 zo. Ik hou van dansen, dus ja, zolang ik nog kan dansen vind ik het gewoon prima. Ik wil eventjes lekker dansen. Kijk even, ik weet wel wie het vraagt. Precies. Indo's, die kunnen helemaal niet tegen drank. Als we aangeschoten zijn, dan gaan we gewoon door. 3/10 van een seconde. Ja. Dan zeg je zo, wow, ik ben echt... Brrr, niks moeten beginnen met die gozer. Plat in een restaurant. Ja, dat hadden we laatst. Moesten naar buiten getakeld worden. Ja. Dat gaat toch wel richting... ja, dat gaat wel goed lang, maar dat zijn wel de meest... Want dan kan je het nog net wel herinneren. Heb je misschien een paar blackouts, maar dat zijn wel de meest memorale avonden. Dat je de volgende dag met elkaar hebt van wow. Maar met onze pad is erg gezellig. Ja, het is erg gezellig. Totdat we gewoon niet meer kunnen praten. Nee. Oké. Ik denk als je met je vrienden inderdaad, dan is het even wel... Gewoon dat je net even een beetje ernaast begint te lullen zo. Ja. En zo'n beetje, een 7, een 7. Ja. Misschien een drankje ook. Nou, nice. Vries. Echt, laat is het. 6. 9. 10. Ja, die lijn is heel dun, hè? Je kan zomaar doorschieten. Soms in één keer een 9, 8 of zo, maar soms ook gewoon 4, 5. Meestal wel. Ja, bij mij is het ook wel zo. Een paar keer werd ik wel wakker op de bank, thuis, bijvoorbeeld nog met je kleding aan. Met mijn jas aan, toch? En dan denk ik, hoe ben ik thuis gekomen? Waar ben ik nog geweest? En dan ga je appen en dan heb je nog allemaal... Nee, maar we zijn nog daar geweest en daar heb je nog op de bar gestaan. En daar zat je nog met een chick te praten, weet ik veel wat. En dan denk je, nee. En wat mij uiteindelijk de das om heb gedaan, dat ik wel zag dat ik met mijn scooter nog naar huis ben gaan. Op zo'n avond. Dus dat ik dat ook niet meer weet. Dat is niet tof. Toen heb ik wel gezegd van, weet je, dat wil ik niet meer. Dat is met alcohol natuurlijk heel erg zo. Dat ligt aan je gemoedstoestand. Ja, je weet het gewoon niet, inderdaad. Je weet het gewoon niet. You don't know. Weet je wat ook het erg is? Dat is het allerleukste. Je valt dus in slaap. Ja, overal. Gewoon aan tafel. Zo. Met mijn schoonouders. En inderdaad, ook bij jou thuis. Ben je wakker? We hadden dus bij mij thuis een feestje. Het was super gezellig. Ja. De beste man slaapt gewoon op de bank. Uiteindelijk zijn wij doorgegaan naar een ander feestje. Kwam ik thuis, deed die deur open, stond niet zo in zijn onderbroek zo. Hé, waar is iedereen? Ja, maar het is 7 uur 's morgens. Een van mijn beste maatjes die was hier weer, die woont in het buitenland en we gingen stappen en kwamen na een tijdje een groep Engelse vrouwen tegen. Maar je weet wel waar Engelsen onbekend zijn, zeker die dames die kunnen echt drinken. En het waren echt toppers, allemaal op hakken en een hele mikmak, hele pretpakket. En toen zijn we gaan drinken en daarna zijn we naar mijn huis gegaan. En hij is met twee meiden in mijn bed beland en ik ben dus met twee meiden op mijn bank gebleven. Over de avond zelf hoef ik verder niet uit te wijden, dat was super gezellig en daar gebeurde ook allerlei. Er waren zelfs nog meer meiden bij, maar na een tijdje heb ik er twee uitgegooid, want eentje hing in mijn gordijnen, letterlijk. En die wilde ook nog bijna met me knokken, nogmaals, die Engels zijn niet grappig, weet je wel. Maar die heb ik echt een tijdje van, kom op, en ik ben Boeddha, ik ben normaal met iedereen, maar die moest er echt uit, want die was gewoon te lam. En toen werden we een beetje wakker, hoorde ik in één keer een schreeuw vanuit die kamer. Dus ik kijk en hij staat daar in zijn blote reet. En ik zeg, wat is er, maat? Hij zegt, die chick heeft je hele bed ondergepist. Een van die chicks, ja. En ik zeg, nee. Hij zegt, ja man, en ik lig er net dus gewoon, ik word erin wakker. Ik zeg, nee. Ik kon gelukkig zo'n terras, of matrasreiniging vinden online, dat schijnt het te zijn. Dus die is gekomen. Als wij elkaar nu nog zien, hij is nog steeds een hele goede maat van mij, want in Spanje, dan zeggen we, hey pissebed, hoe is dit?
En ik woon in de zomers op Ibiza. En zeker die opening en de closing weken zijn heel heftig. Dat is 14 dagen in een row is dat party. Want alle feesten gaan open en daar bouw je eigenlijk je contacten op. Maar ja, ik gebruik zelf geen drugs. Veel mensen om mij heen wel, maar ik zelf dus niet. Dus ja, ik drink dan heel veel. En soms ben ik gewoon 28 uur wakker. Ja, we waren laatst aan de paddo's met z'n tweeën. We hebben 5 uur lang gegicheld. We hebben 2 uur gedaan over om eten te bestellen. Uiteindelijk kwam het eten, hadden we 10... Ja, kebab. 10 kebabs hadden we. 10 kipkebab. Kipskebab. Ja. En toen had ik ook tegen hem gezegd, ik zeg zet maar bij de deur. Had ik in de notitie, zet bij de deur, met een uitroepteken. Het was een overwinning. Kwam hij toch boven brengen. Ja, dat stond ik hoor. Ja. Heb het funny. Echt. Hè? Wel meegemaakt dat ik in de club, dan was ik altijd met vrienden. Toen kwam er een nummer op. Toen gingen ze alle deden wel een shirt uit. Toen gingen we gewoon heel die club door dansen en zo. Ik ben wel echt een gekkie, weet je. Ik ben wel echt een guy als je in een club binnenkomt en je ziet mij, denk je echt van wat de fuck doet deze guy allemaal, weet je. Ik heb, ja, het boeit me niet zo wat andere mensen doen. En ik ben je wel eens dronken tegengekomen in de Pasha ook. Ja. Dan kon je ook bijna niet meer praten. Nee, maar ik ben dan niet echt een prater of zo. Ik geniet gewoon heel erg en ik ben gewoon aan het dansen en een beetje... Nou ja, dat was dus echt na een hele tijd dat ik echt niet meer had gedronken. En toen stond ik op een gegeven moment gewoon een shirt uitgetrokken. Stond met ik in de woonkamer een Dyson stofzuiger I Want To Break Free te zingen. I want to break free. Ja, kijk, wat het probleem is met die hallucinerende dingen, is dat je ziet dus dingen en dan denk je dat het iets anders is. Bijvoorbeeld, ik zie kinderen. Ja, dit is niet, dit is heel erg. En dan denk ik dus dat het dwergen zijn. Ja. Maar dat denk ik gewoon. Dus ik dacht, oh, we zijn dwergen. Dus ik was daar en ik was nog. Nee, ik kwam op dat punt dat hij echt goed begon. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, oh, wat er ook gebeurt, je moet me weghouden bij kinderen. Want ik ga kinderen dus uitlachen. En het meisje die keek hem zo aan van ja, waarom lach je zo hard? Nou, zo erg. Nou, dat is zo kut. Echt. Ja, en lachen, joh, echt grappig. Oh, en dan helemaal. Ja, dan kom ik thuis en dan denk ik, oh, wat erg eigenlijk. Mijn moeder zou ook wel denken, wat een junk heb ik ook mijn zoon op voor. Maar dat is dus niet waar, hè? Want het zijn dus geestverruimende. En het is geen oppepper, het is geen chemisch ding, het is gewoon, het is plantaardig. Kijk, en al die allemaal op die oppeppers, dan moet je gewoon met je poot vanaf blijven. Keep it green, weet je wel? Ja. Smoke blunt. Ja, alleen maar, denk ik. Ja, ik spreek sowieso al de waarheid. Ja. Dus als er een borrel in gaat, dan denk ik alleen maar meer, ja. Ja, wel. Ja, omdat je natuurlijk versterken emoties. Nou, je zegt vooral dingen die je eigenlijk niet mag zeggen. Maar ja, het is dan een geheim die iemand aan jou vertelt. Van, ja, je mag echt dingen niet meer zeggen. Dan heb je een borreltje op. Nou, heb je dat gehoord? Nee, oh, kut. Nou ja, maakt het niet meer uit. Soms zijn er toch dingen in het leven dat je denkt... Ik heb wel eens met jou meegemaakt dat je dan dingen zegt en denkt van oeh, oké, ja. Okay. Ja, dat ben ik wel als ik dronken ben. Ja, ik heb wel eens met mijn collega's Jor en Sam, toch wel iedereen moe en dan op tour geweest, weet je wel, drinken, die bek hangen, je kan helemaal niet draaien, man. Ja, jij moet je bek hangen, man. dan ga je er heel gemeen worden dan. Ja, ook gemeen, ja. Ja, en dan daarna we toch wel weer knuffelen, hoor. Precies. Ja, je kan echt goed draaien, man. Ja, ik ben echt de beste. En ik denk heel vaak, dan word ik onzeker, dan denk ik, oh, iedereen vindt mij vervelend als ik dronken ben. Ja. En, ik hou van iedereen, maar niemand houdt van mij. Weet je gaat denken, zo, je gaat nadenken. Ja. Nee, maar dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Oh ja, zeker. Nou, voor mij niet. Nee, eigenlijk niet. Ik had dat heel erg. Ja? Ja, ja, maar dan even lekker rood wijntje. Rood wijntje en dan lekker slapen. Oh, dat? Ja. Ja. Nee, ik meestal dan wel een fles whisky. Ik heb wel eens bijvoorbeeld in de horeca, dan ben je moe halverwege de avond. Nou, dan werkt een shotje wel eventjes, een aanjagertje, dan ga je met z'n allen weer door. Hey. Oh, mijn vorige opleiding, ik deed een dansopleiding en dat is allemaal heel strikt natuurlijk. Dat deed ik in Rotterdam en toen had je de Vapiano nog bij de Rotterdam Centraal. Oh ja, ja. En die gaf ik altijd heel veel voor. Dus op een gegeven moment kreeg ik daar heel veel dingen ook gewoon cadeau. En toen ging ik bijna elke dag, of een paar keer in de week, ging ik gewoon een fles cava daar drinken. What you say? Maar wel met andere mensen. Ik ging daar niet in mijn eentje een fles cava lopen drinken. Maar dan had ik steeds weer iemand anders overgehaald om mee te gaan. Dan kon ik even ontladen. Maar eigenlijk is dat wel heel ziek. Als je zo jong bent en je denkt dat dat je ontlading is. Daarom zijn we ook nu hier om dat te vertellen. Ja. Dat leidt helemaal nergens. Je kan beter aan jezelf werken. Ja. Gewoon, weet je, zitten... Lekker sporten. Zitten wekken vroeg. Eruit, sport. Veel beter dan fles whisky. Oké, dat was deze aflevering. Nee. Wil je dat vertellen dan? Nee. Nou, weet je wat ik me wel afvraag? Zijn nou vrouwendrankjes, zijn die nou echt, zeg maar, dat is echt allemaal zoete meuk? En mannendrankjes zijn dan altijd wel wat bitter. Beetje bitter. Is dat dan een soort van collectief besloten? Is toch zo raar? Hoezo mag ik geen pornstar martini doen? Ja, mag zeker wel. Waarom komt hij dan in zo'n glas wat ik niet vast kan houden met mijn klauwen? Ik moet eraf van het stigma.
Gelijke vrouwen, gelijke rechten, gelijke glasrechten, gelijke glazen. Ik vraag altijd om gewoon, hij zegt ja, wat voor cocktail? Ja, wel gewoon eentje in een mannelijke glas. Snap je? Dat is een probleem hoor. Vraag ik wel altijd. Dus als je nou echt feministisch bent, vraag dan om je Cosmopolitan in een, noem je zo'n ding? Pulp. Oh. Dus, maar weet je wel, ik hou namelijk echt van een strawberry daiquiri. Vind ik lekker, jongen. Maar die krijg je echt in zo... Nou, dat ik echt denk, ja, hoe moet ik dit nou drinken? En dan moet ik het met een rietje gaan drinken. Kan dan zit je zo... Zo, op zo'n klein... Hoe heet die Ryan Gosling? Die zegt het in de film, toch? You're sucking on a tiny little dick. Ja. Nou ja. Toch? In... Oh, Crazy Stupid Love. Crazy Stupid Love.